Sparta dus even met 10. Wouters, Ronaldo. Nu met Gerard de Nooyer als tegenstander en ook zonder hem. Ronaldo na de goede tussenkomst van Niels. Met God was alert. Vink, Niels neergelegd. Vrije trap tegen Noorlander. Veldman is terug. De Sparta-muur. Wachtend op het schot van Niels. Die scoort. Binnen 10 minuten nog net. Sparta verwachtte toch waarschijnlijk dat de bal kort zou gaan op Cocu. En toen het iets langer werd, kon Niels uithalen en met God passeren van een meter of 20. Dat zal PSV goed uitkomen, zo'n vroege goal. Niels. En Ronaldo met de kans op een snelle 2-0 in de 13e minuut. PSV wil met het oog op die wedstrijd in Bremen over een paar dagen snel van deze tegenstander af. En komt daar aardig dichtbij zo. Roerde de bal met de arm, gebaard de scheidsrechter. En Niels vraagt zich af of dat zo was. De Nooyer. Is Waterreus er niet te vroeg uit? Waterreus is er te vroeg uit. Want de Nooyer bezorgt de bal bij Van der Laan en die maakt gelijk. Dat zit in de tas, denkt de Sparta-bank. Maar dan moet er nog wel even gekeken worden naar wat de Nooyer heeft. Want die is getorpedeerd, onvrijwillig, door Waterreus. Voor Van der Laan scoorde. En om hem dus ook de zorg bij de doelpunt te maken bijvoorbeeld. Wouters. Bereik over afstand van Ronaldo lukt niet. Daar zorgt Veldman voor. Groenendijk, Noorlander, Fortes. Sparta speelt een uitgebalanceerd spelletje tegen PSV. En ziet nu Fortes de wijde wereld intrekken zonder dat Promayon in de buurt is. Daar is de Nooyer en daar is de goal voor Sparta. 22e minuut, tweede helft. En Sparta speelt niet alleen uitgekiend, maar boekt er ook resultaat mee. Eén keer is Fortes los van Promayon. En de goal is uitgekiend van Dennis de Nooyer. Zijn 10e van het seizoen en de belangrijkste waarschijnlijk voorlopig.
komt natuurlijk voor de competitie slecht uit en voor PSV slecht uit. Met het oog op Werder Bremen komende dinsdag. Maar het is wel daar door een geconcentreerd en uitgebalanceerd Sparta wordt PSV in eigen huis met 2-1 geklopt. En daar is eigenlijk gezien het wedstrijdverloop helemaal niets op af te dringen ook.